Het is ook voor Suriname belangrijk dat er maatregelen getroffen worden om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. Dit zei Lucina Jarab, coördinator van het communicatieproject van de United Nations Framework Convention on Climate Change. Ze was gisteren een van de sprekers tijdens een presentatie over broeikasgassen en mitigatie in het Marriott Hotel. Jarab stelt dat de rol van Suriname ook een verschil zal uitmaken in de wereld. Suriname is een party to the UNFCCC, the United Nations Framework Convention on Climate Change. En dat brengt met zich mee dat Suriname ook de verplichting heeft om op regelmatige basis aan te geven wat haar uitstoot is aan broeikasgassen. En dit is nodig om te kunnen monitoren. Niet alleen voor het land zelf, van hey, emitteren we te veel of gaan we juist terug. En als het te veel is, moeten we bepaalde maatregelen nemen. Maar het is ook belangrijk om globaal, dus wereldwijd, het te kunnen monitoren. Omdat jullie allemaal weten, de gevolgen van climate change zijn desastreus. En ja, de uitstoot van broeikasgassen is een belangrijke factor daar. Jarab zegt verder dat het heel belangrijk is om met mitigerende maatregelen te komen, zodat de uitstoot van de gassen wordt voorkomen of verminderd in Suriname. Het gaat vooral om CO2, methaan en NO2. Als de meest vervuilende sector toen was. Vervolgens heb je dan hier de FOLU, dat is de Forestry and Land Use Change sector, en dan de Agriculture sector. Gaan we naar de Second National Communication, dat was ingediend in 2016 door de UNFCCC en had als basis 2008. Kijken we naar het plaatje hieronder, dan zien we hetzelfde beeld als wat hier is, alleen verschilt het enigszins. De energy sector is nog steeds onze meest vervuilende sector, gevolgd door de follow sector, dat is de agriculture. Nee, dit is de follow sector, sorry, ik zie dat het samengevoegd is. En dat is de agriculture, forestry en other land use sector. De coördinator merkt verder op dat het belangrijk is om data te hebben van de uitstoot van broeikasgassen in Suriname. Minister Stefano Tjonahing zei op zijn beurt dat het belangrijk is om de afspraken die Suriname in het kader van broeikasuitstoot op internationaal vlak heeft gemaakt na te komen.